vandaag gaan we uitmeten of onze batterij van onze auto die al een tijdje heeft stilgestaan, of dat die nog werkt. Hoe gaan we dat doen? We hebben eerst en vooral een multimeter nodig. Deze multimeter die kan men op verschillende standen zetten. Hier aan deze kant kan men zien dat men gelijkspanningsvolt heeft. Hier heeft men wisselspanningsvolt, gelijkspanningsamperage. Aan de andere kant kan men ohmmetingen doen. En men kan ook diodes uitmeten. Men kan hier van alles mee doen. Wat ik ga doen, ik ga meten. Ik ga een meting uitvoeren of dat mijn batterij nog goed is of niet. Nu, ik heb ze juist vervangen, dus ik denk dat ik al weet dat die, ik hoop al dat die gaat goed zijn. Goed, ik ga hem nu zetten op DC, want we gaan met de gelijkspanningsmeting doen eigenlijk. Dus wij gaan hem hier op DC zetten. Ik heb 600, 200 en ik heb ook een 20 volt. En die 20 volt, die ligt het dichtste bij de 12 volt, want een batterij van een auto is 12 volt. Nu gaan we eens een keer eerst meten. Dit is de lege batterij die ik er heb uitgehaald. Dus we gaan even snel een spanningstest doen. Altijd mijn rode op de plus, altijd mijn negatieve, mijn zwarte op de min. En als ik ga meten, dan meet ik. Zien 11,37 volt. Dus eigenlijk is deze batterij leeg. Daarom moest die zo dringend vervangen worden. Waar je ook heel hard moet op letten als je je batterij vervangt, is dat je correct je ampère-uur in de oog houdt. Dat de 62, zeker toch 62 of mag zelfs iets verhogen, maar toch zeker niet verlagen. Ook die 540 ampère is zeer belangrijk als je auto wilt kunnen starten. Verlaagt u hem, gaat u zeker problemen ondervinden. En gaat u hem verhogen, gaat u misschien problemen krijgen dat uw auto, de generator van de auto, niet gaat kunnen volgen. Alternator noemt dat. Nu gaan we de nieuwe batterij een keertje testen. Ik heb hem net ingestoken. Een heel werk voor tegenwoordig die uit de auto te kunnen halen. De negatief zit hier achteraan. Ik duw hem helemaal tot aan de negatieve achteraan. En vooraan vind ik altijd mijn positieve. We gaan de volt terug afzetten. Dan gaan we meten. Zo. Ja. En dan komt die op 12,54 te staan. 12,54 volt. Even tot achteraan komen. Dus deze batterij is nog in orde, zoals u ziet. Nu, als de motor, ik ga ze een beetje de motor laten draaien, dan gaat die spanning zelfs oplopen naar 13 volt. Ook al weten we dat de batterij 12 volt is, als we een beetje onze spanning gaan verhogen, is het veel makkelijker om een oplaadbare batterij op te laden. Nu gaan we de test doen met de motor aan. 12,35 en ik verwacht dat die gaat verhogen. Nu gaat de spanning zelfs naar 14,27 volt. Dus toch wel tamelijk hoger verhoogd. 12,28 volt.
hoop dat u iets bijgeleerd hebt.